Een energie-neutrale villa is natuurlijk al veel langer mogelijk, alleen de kosten waren te hoog vaak om het te verwezenlijken. Maar ik heb toch methodes bedacht en ontwikkeld die relatief goedkoop zijn. Dus je moet A, je huis dermate goed isoleren en veel hoger dan de normale bouwnorm die wettelijk is voorgeschreven. Maar nu praten we over een RC op de gevels van 7,5 bijvoorbeeld. Dat is wat anders dan 2,5. Zo'n huis moet je een winterjas meegeven. Dan het energiezuinig verwarmen, dat doe je met aardwarmte en warmtepompen. Nou, de elektriciteit die je daarvoor nodig hebt, nou, die kun je opwekken met zonnepanelen. En die staan hier ook op het terrein. We zijn hier in de machinekamer waar de warmtepomp staat. En de warmtepomp is gekoppeld aan een netwerk van slangen die hiernaast in het veld liggen op 4 meter diepte. De temperatuur op die diepte hier is 12 graden. Dat wil zeggen einde van het zomerseizoen. Die 12 graden die wordt onttrokken door de warmtepomp en er wordt warmte van gemaakt tot ongeveer 30 graden en dat wordt in de vloerverwarming gepompt. De hoeveelheid energie die de warmtepomp trekt, die is maar een vijfde van wat je normaal anders nodig zou hebben aan energie om het huis te verwarmen. Dus het is een hele goedkope manier van verwarmen. Deze luifel die je hier ziet, die heb ik zo ontworpen dat de zonnewarmte kan reguleren. In de winter staat de zon heel erg laag, dan komt de zon op deze anthracietkleurige vloer tot ver in de kamer. Deze vloer wordt dan verwarmd en het water in de vloerverwarming wordt ook daardoor verwarmd en circuleert door het hele huis, waardoor het hele huis verwarmd wordt. In de zomer daarentegen staat de zon hoog en komt de zon niet verder dan de dorpel bij de glasbui. Dus het huis blijft koel. De ventilatiegleuven die je in dit verlichtingsarmatuur ziet, die dienen om de retourlucht, afgewerkte lucht, ook van de afzuigkap, af te zuigen via het verlaagde plafond naar de warmtepomp die daar staat. En die warmtepomp die maakt van die retourlucht, wat minimaal 20 graden is en in de zomer zelfs meer kan zijn omdat er nog warmte door het dak heen komt, tapwater gemaakt van 60 graden. En daar hoeft die warmtepomp maar pakweg 4 uur per dag voor te draaien. Ik ben dus op de Yitong bouwpanelen gekomen omdat ik dus weet dat ze uit zichzelf al heel erg isolerend zijn. En als je het bouwmateriaal op zichzelf al isolerend is en daarna nog de isolerende schil eromheen, beter kan je die en efficiënter kan je het gewoon niet bouwen.